It's all I wanna do. Yo, ik ben Jesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jesso. En vandaag gaan we weer een keer Call of Duty Advanced Warfare spelen. Maar wat ik dus ga doen is gewoon een keer met de ASME spelen in plaats van bal 27. Omdat sommige mensen niet leuk vinden dat ik steeds met de bal speel. Maar ja, ik vind de bal een chill wapen. Dus daarom speel ik ermee. Maar voor jullie ga ik dus nu met een ASME spelen. Omdat dat dan nog wel een chill wapentje is in Advanced Warfare. Maar ik moet wel even één ding zeggen. Dat ik heb nog geen speakies of iets. Dus dit is mijn klas. Gewoon een normale ASME. Oh, Magnitude is trouwens. Dit is niet echt een normale. Het is gewoon een aparte variant, laat maar zeggen. Dus we gaan kijken wat we ermee kunnen gaan doen. Kijken wat een beetje chill wapentjes. Dat is kunnen maar één in ieder geval. Wauw, hoe werd ik daar gekilled? Af zo'n hoepuntje, daar kan je niks tegen doen. Ik heb zelfs die steelbite unlocked. Omdat ik maas precies 6 ben, maar jongens, dat ding is zo stront. Zonder grap, dat ding is echt zo slecht, wil jij niet weten. Daar loopt een met Akimbo XMG's. Dus daar moet je toch wel van moeten winnen met een gunfight, neem ik aan. Dus even kijken waar de enemies een beetje zijn. Daar dus, wauw, hoe wist jij dat ik daaruit ging komen? Ah ja, kijk, hier kan, ja, als je zo zit te campen, kan je er natuurlijk niks tegen doen. Ik heb al een idee. Jammer, jongen. Zag hem daar onzichtbaar zijn? Ah nee, kills you. Holy damn! Kom naar binnen, kom naar binnen. Hij komt niet. Dan ga ik weg, doei. Holy shit, ouwe. Hij zag me niet daar zo. Hoe zit ze hier binnen? Nee, ik zit hier boven. Ja, we hebben een UAV, jongens, sorry. Slim spelen heet dat. Wow, nee. Is er een andere? Oh, ik schrok al. Ik dacht echt dat we elkaar hadden. Nee, dat was dus niet zo. Holy shit, als dat zo had geweest, jongen, had het echt episch geweest. En ik denk, jongens, laat het even in de comments weten. Willen jullie een keer Battlefield Hardline zien? Zo ja, dan ga ik het een keer opnemen. Zo niet, dan dan laten we gewoon voor wat het is. Deze enemies zijn best wel schil als ik eerlijk ben. Ik weet niet of dat juist chill is, maar volgens mij... Nee, oh nee, ik was al daar zo weak. Ah, oh, kut man. Ah, dit is nou echt even jammer. Shit. Ah, dan komt er weer met zijn XMG9 hoor. Oh, ga rennen alsjeblieft. Hij zit alleen maar doen. Ah, als dat zijn speelstijl is, ik vind het helemaal mooi. Maar jong, dit maak. Huppakee, dubbel kill erbij. Nu even snel op zoek naar die gozer met die XMG's. Oh, wauw.
Oh, er is zeker weer zo'n kutspot waar die onderdoor ligt. Ja hoor. Kut. Daar is niks tegen te doen. Dat is gewoon zo. Er is niks tegen te doen, jongens. Ja, hij ziet me ook weer. Bye bye. Huppakee. Nee joh, zitten we in achter jongens. Ze zitten eigenlijk alleen maar in de span. Eén is wat ze doen. Daarom zijn we ook zo vet voor omdat we nergens op afrennen. Kan ik ook echt fucking. Ah! Nee, nee, nee. Oh my fucking god, man. Je kan zo makkelijk daar liggen zonder gezien te worden omdat het zo hoog gras is. Shitty fuck. Nee jongen, ga nou. Wat ben je aan het doen? Oh my god, kijk wat je doet. Je zit in een boom. Ja, misschien heeft hij een boom uitgebouwd. Ik weet het niet. Hoeveel sta ik? 25 om 9. Die 9 deads. Zonder 8 deads ervan zijn door campers. Team schiet weer even waar ik lekker lig. Ook verstandig. Nou, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Dat kan niet. Laten we dit potje maar snel opmaken, want het is gewoon te erg voor woorden, deze mensen. Hoppakee, zo doen we dat, jongen. Boom. Haha, got him. Pak even de sniper op. Zie hem daar liggen. En hoppakee, hardscope. Sorry, sorry als jullie oren nou kapot zijn. Maar jongens, 27-10 is ons eindkoren. We zitten met een faceclunner in de lobby, zoals jullie zien. Maar, mocht je het even van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk, als we de 40 lijstje kunnen hitten, ben ik enorm blij. Verder rest heb ik nog wat te zeggen. Nee, want ik ga heel snel uit deze lobby. Als ik van ons wel van me mag laten lieven. Zo. Vind je dat leuk natuurlijk? Zou mij helemaal maar blij maken. Abonneer natuurlijk voor meer video's. En om op de hoogte te blijven van mijn uploads. Maar jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer mensen. Later.